Om 6 uur is een treinongeluk gebeurd. De trein botste en vloog uit zijn bocht. En zijn voorspoed was zo oncontroleerbaar dat hij was gebotst naar de andere kant. Dat was het nieuws. Dit is je missie. Dit is je auto. Een Ford Mustang. Hij heeft een topsnelheid van 230 km per uur. Je missie is, je moet hiermee naar het treinstation rijden. En daar moet je zien dat er geen treinen meer ontsporen. Je moet kijken wie of wat het doet. Als er nog één trein ontspoort, zal ik iemand moeten ontslagen. En dat doe ik niet met plezier. Dit is je missie. Kijk nog even goed naar je auto. Oké, baas. Ik vertrek nu, baas. Zeg maar wanneer ik er ben. Oké, dat zal ik zeggen. Over 2 kilometer ongeveer ben je gehouden. Het is niet zo ver. Over 1 kilometer. Sorry, waar was ik binnen gisteren? Ik heb nog niet helemaal onder controle. Is niet echt. Hey, 500 meter. Parkeer maar al. Je bent er. Oké. Hahaha. Door 1 trein te laten ontsporen ben ik een miljonair. Wat een goede opdrachtgever. Ik ben rijk. Baas, ik weet wie de trein heeft laten ontsporen. Ik weet alleen niet wie zijn opdrachtgever is. Oké, dat is goed. Zoek nu uit wie zijn opdrachtgever is. Oké, baas. Ik zal uitzoeken wie zijn opdrachtgever is. Over en uit. Piep. Help! Ik krijg je wel te pakken! Haha, nu stop ik je in de cel. Wie is je opdrachtgever? Dat zeg ik niet. Wie is het? Dat zeg ik niet. Nog 1 keer en ik knal je kop overhoop. Oké, ik zal het zeggen. Het is Calico. Calico, ik wist het. Ik zal hem gaan halen. Oké, ga maar. En zie dat hij je niet vermoordt. Ik zal mijn best doen. Haha, ik heb ze afgeluisterd. Mij zullen ze nooit vinden, want ik zit in mijn hoofdkwartier. In Australië, Engeland, Frankrijk en tenslotte Zwitserland. Dat komt ervan. Wie is je opdrachtgever? Was? Is dat echt het opnemen? Wie is je op... Was? Tada! Ha, ik heb ze afgeluisterd. Mij zullen ze nooit vinden, want ik zit in mijn hoofdkwartier in Australië. Haha, dat klopt ervan.